Gerbrand Bakker, toch stiekem een van inmiddels de beste en best verkopende en succesvolste auteurs van het Nederlandse taalgebied. Om even een heel klein voorbeeld te geven voor zijn laatste roman De Omweg ontving hij vorige week, was het hè? Of de week maandag, ervoor? Maandag nog? Nu maandag net. De Independent Foreign Prize for Fiction. Dat is dit boek. Dat is een boek, dat is een prijs die niet alleen naar jou gaat, maar die je deelt met je vertaler. Hè? Zit daar een bepaalde gedachte achter? Want meestal komen vertalers er niet heel erg goed vanaf. Ze worden altijd een beetje ondergeschoven, maar dit is echt een prijs waar de vertaler ook in meedeelt. Ja, nou ik denk omdat de Independent, dat is een krant in Engeland, en de Book Trust, ik weet niet precies wat dat is, maar die organiseren dat allemaal, dat die echt goed inzien dat, hoe je het ook wint of keert, mijn boek daar nooit die prijs had kunnen krijgen zonder dat David dat boek vertaald heeft. Nee. En het is inderdaad de Independent Foreign Fiction Prize, dus het is altijd een buitenlands boek. En vandaar die echt, het is ook echt weet je, één op één. En het leuke is dan, ik was daar met David maandag en dinsdag en toen gingen we weer naar huis. En een van de eerste dingen die David mij doormailde toen ik thuis kwam, was dat de Volkskrant had gezegd, Gerbrand Bakker wint 10.000 pond, bla bla bla, met zijn vertaler. Dat is toch lullig? Nou, jullie snappen het niet meteen. Ofwel, ja. En toen dacht hij, en nou, toen het onderwerpsregeltje van dat mailtje was, nou, ik snap dat wel, weet je. Dan denk ik, ja, hallo, dan heb je een keer een prijs die echt, echt voor twee mensen is. En dan weer, je ziet het, dan krijg je dit. Ja. Vertalen is een heel ondankbaar beroep. Maar je werkt al heel erg lang met hem samen. Hij heeft boven de stil, hij heeft veel al je titels vertaald. Maar hoe gingen die dagen? Hoe was het? Wanneer hoorde je dit? Hoe gaat zoiets eigenlijk in zijn werk? Word je door je plaatselijke uitgever daar, je Engelse uitgever, gebeld? Nee, die heeft ons gewoon uitgenodigd om te komen op die avond. Okay. En hij heeft zelfs gezegd, ach doe maar niet joh, zo'n gedoe allemaal, weet je, doe maar niet. Maar ben je toch niet? Ja, echt? Het was allemaal totaal onduidelijk. En, maar David en ik dachten, nou leuk, Londen, we gaan een avondje, een nachtje naar Londen. En dat was ontzettend leuk. Dat is heel stom, maar als je soms dan, zoals 3 jaar geleden met die Impact, een veel grotere prijs eigenlijk, nou ja, qua geldbedrag dan. 100.000 euro was het, hè? Ja, 100.000 euro. Maar dat wist ik al een maand van tevoren. Ja. En dat is helemaal niet leuk. Want je mag niks zeggen. Je mag punt 1 niks zeggen, dus je bent heel eenzaam. Ik heb het wel tegen mijn moeder gezegd hoor. Oh. En die heeft het. Hebben jullie het gevierd thuis? Nee, toen ook niet. Want dan zagen de buren het. En de buren is mijn broer. Ja. Weet je, dus dat kon niet. Nee, dat hebben we helemaal stil gedaan. En, nee, dus dat is niet leuk, weet je. En dan, maar het rare is, dat weet ik ook nog heel goed van toen. Dan ga je naar Dublin, want ja, je hebt hem, dat weet je. En het bizarre was dat ik daar een beetje verstopt stond. En toen kreeg je alle 8 genomineerden nog eens een keer. En toen dacht ik bij mezelf, jezus, als ik hem, god stel ik voor dat ik hem win. Snap je? Dat kan dan ook nog gebeuren. Ja. Je weet dat je hem hebt. Ja. Maar toen kwamen al die genomineerden nog. En toen pas werd ik heel zenuwachtig en heel raar. Was dat. Had je een speech? Daar had ik een geweldige speech over Willeke Alberti. Ja. Ja, waarom Willeke? Ja, dat is een hartstikke leuke anekdote. Ik hou erg van anekdotes. Ja. Hè? Ik had een speech geschreven, want ik wist dat het moest. En ik had op internet gezien, Pettersson had ik gezien. Die vind ik een hele goede schrijver ook. En ik heb naar zijn speech gekeken. Ik denk, oh, zo moet dat. Dus ik heb speech geschreven, nou, lastig, moeilijk. En toen dacht ik op een gegeven moment, die stuur ik toch nog even naar mijn Nederlandse uitgevers-echtpaar. Dat ze dat gewoon even kunnen lezen, want die zullen er daar ook bij zijn. Ja. Wat denk je, kreeg ik die speech terug met doorhalingen in rood. Ja, maar ook je redacteuren, toch? Ja, maar hallo. Toen werd ik zo raar, zo kwaad, dat toen dacht ik, wie heeft hier goddomme die prijs gewonnen? Jullie niet, hoor. Dus die speech moest ik toen weggooien. Die heb ik gewoon weggegooid. Maar toen zat ik zonder speech. En toen ging ik naar het Homo Mannenkoor Manoeuvre in Amsterdam. Die hadden een middag met zang en het werd gepresenteerd door Dolly Bellefleur. Ja. De beroemdste, in ieder geval Amsterdamse travestiet. En Dolly kan het niet laten om dan zelf ook een liedje te zingen. En Dolly zong Waar is de zon van Willeke Alberti. En dat lied zong Willeke Alberti in 1994 op het Songfestival in Dublin.
cirkel is rond. En toen was de cirkel, toen dacht ik, hé, wacht eens even. En dat is echt een van de allermooiste, vind ik, meen ik ook echt, een van de allermooiste Songfestival liedjes ooit. Ja. Op Anouk na nu. Wilde ik net. Een van de op Anouk na. Maar ze kreeg 4 punten toen. Ze werd 25ste. Ja. Dus ik heb mijn hele speech heb ik als een soort van revenge-achtig iets. Weet je, dat ik het very fitting vond om juist in Dublin, waar Willeke zo op de snuffert ging en zo, dat ik daar uitgerekend, weet je, die prijs kon ophalen. Waardoor ik het ook geen moment over het boek heb moeten hebben. Nee. Geen moment over mezelf. En tot slot, ik heb maar 6 minuten gespeecht, heb ik al die Ieren daar 3 minuten lang dat hele lied in het Nederlands. En je vertaler zat erbij om ter plekke de vertaling te maken? Voor... Ja, schitterend. Hoeft hij het niet over jezelf te hebben, zei je net even. Hou je er eigenlijk helemaal niet van? Vind je dit lastig? Ja. Ik vind het wel leuk. Ja? Maar ik heb zo weinig te zeggen. Waarom denk je dat? Nou, dat denk ik niet. Dat weet ik. Ja. Want er komt eigenlijk heel veel uit. Jawel. Maar een anekdote, snap je? Dat vind ik leuk. Ik merk dat, en ik weet niet precies hoe dat komt hoor, maar ik merk dat hoe verder ik kom, inmiddels met, laten we zeggen, 4 romans, als je die Perenboom bloeien wit, die opnieuw is uitgegeven, erbij rekent. Ik heb gewoon echt steeds minder te zeggen over die boeken. Je moet het maar lezen. Eigenlijk moet je het maar lezen. Ja, de respons is eigenlijk vanaf het allereerste begin. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe die was op Perenbomen. Het is ooit als jeugdboek uitgegeven. En dat is goed ontvangen ook wel toen. Ja. Maar de meeste mensen kennen, ook hier denk ik, daar begon de weg van de victorie, de weg naar omhoog. Boven is het stil. We weten inmiddels volgens mij jullie ook allemaal, het is een langdurig publicatieproces geweest. Er was eigenlijk geen uitgever die het wilde uitgeven. Maar wanneer wist je, Gerbrand, omdat het ook zo belangrijk is in het boek zelf, wanneer wist je, dit is toch een boek dat uitgegeven moet worden, dat er mag zijn, dat het toch wel eens een keertje wat kan worden? Nou, dat is, en dat heb ik voor mensen die Benali boekt misschien gezien hebben, dat heb ik daarin gezegd toen ik tegenover Laurens Ubbink zat. Weet je, ja, Ubbink? Redacteur van... Toen Augustus. Ja. En nu Ambo Antos, geloof ik. Ik kende die jongen helemaal niet, maar die zijn we nu gaan opzoeken. En die heeft het boek weliswaar afgewezen, maar in toen ter tijd wel met een brief van 3 kantjes. Een brief van 3 kantjes. Ja. En dat was het moment dat ik dacht, ho, dit is een boek. Want meestal stuurt een uitgeverij gewoon 2 regeltjes, sorry, dank, wordt niks. We vernietigen het manuscript, want u heeft geen postzegels bijgeleverd of zo. Een brief van 3 kantjes. En toen, dat was echt het moment dat ik besefte, aha, dat is wel lullig dat hij het niet uit wilde geven. Hij wilde het wel uitgeven, maar dan moest die vader vermoord worden in dat boek, vond hij. Hij haatte die vader. Ja. Dus dat stelde hij voor. Doe nou een beetje aan het begin van het boek van die vader. Wop, heb je het ooit overwogen? Nee. Nooit? Nee. Geen moment. Nee. Ben jij eigenlijk een schrijver die dit soort... Nou ja, misschien weet ik het antwoord al, omdat je zelfs de doorhalingen van je uitgevers in je speech niet... Maar ben je iemand die op plotniveau en op verhaalniveau suggesties aanneemt? Of wist jij van bovenste stil al meteen van zo, dit is het boek, dit is wat het helemaal is? Heb je het punt gaaf afgeleverd? Ja. Ja, zo werk ik. Ik schrijf over het algemeen een half jaar aan een boek, 6 maanden. Heel geconcentreerd, alleen 's ochtends schrijven. Ik weet die hele 6 maanden lang precies wat waar staat. Ik kan dan dus ook in de 4e maand, als ik op een virtuele bladzijde 200 zit en denk, wacht eens even, nu snap ik pas wat er gebeurde op bladzijde 15. Pop, kan ik terug. Snap je, daar even iets aandraaien. Heel geconcentreerd. Ik tijdens het schrijven doe ik al heel erg mezelf redigeren. Ja. Ik lees eigenlijk tot het moment dat het echt niet meer kan. Iedere dag alles terug wat ik heb geschreven. En waar let je dan specifiek op? Is dat ritme? Is dat de toon? Jouw toon is ja. Is dat Gerbrand Bakker? De toon van jouw boeken? Ik denk wel dat we mensen inmiddels weten van als ze een boek oppakken. Ik weet niet hoe dat met u is. Maar dan weet je, dit is een tekst van Bakker, van Gerbrand Bakker. Let je daar specifiek vooral op, als je het doorleest? Ja, maar dat, nou ja, nee, maar daar let ik ook niet zo op, want dat gaat een beetje vanzelf. Ja.
daar kan ik niks aan doen. Hoe wist je dat? Nou ja, dat lieg ik, hè. Nee, ja, nu kan ik er niks meer aan doen. Maar ik heb voordat zelfs Perenbomen bloeiwit in 99 uitkwam, heb ik weet niet wat geschreven. En dat is erg, jongen. Ja? Dat zou jij voor de grap eens moeten teruglezen. Ja? Voor de grap, ja, okay, als je een leuke avond wil hebben, met andere mensen erbij ook en zo, en dan lachen. Echt zo erg, zo vol, zo vet, zo moralistisch, zo eigenlijk gewoon mensen, lezers, dingen door de strot proberen te duwen. En dan zijn dat persoonlijke hang-ups? Ja, tuurlijk. Kun je er een paar noemen? Waar schreef je op dat moment? Nee. Maar, ja, nee. Er zijn een heel klein groepje. Ja, nee, maar dat zijn er van die dingen, weet je, ik heb... Nou, laat ik één voorbeeld geven. Ja. Dat achtervolgt me nog steeds. Dat is erg hoor, wat ik nu ga zeggen. Heel erg. En daar moest ik over schrijven, want ik moest dat verwerken op de een of andere manier. Ik ben ook een jochie geweest. Hè? Mm-hmm. En het platteland, mijn vader boer. En ik heb op een dag met een hele grote baksteen aan de... Ja, voel je me aankomen? Het is echt heel erg hoor. Ben ik in de slootkant gaan zitten, heb ik een moedereend doodgegooid. Met die baksteen. Terwijl daar 7, 8 van die kleine pulletjes achter zwommen. Ja. Was dit jouw equivalent van mieren dooddrukken en flow? Bij jou was een eend gewoon de meest voorhanden zijnde... Ik weet nog steeds tot op de dag van vandaag niet wat mij toen bezield heeft. En ik heb daar zo'n last van gehad. Echt jaren later nog, weet je, droomde ik daarvan en dacht ik, wat heb ik, waarom? Waarom? Maar toen heb ik ook wel meteen op de een of andere manier ontdekt dat je dat gewoon kunt doen, hè, zoiets. Kijk, en als je een eend kunt doodgooien met een steen, wat kan je allemaal nog meer eventueel doen? Vreselijk, nee, dan heb je een soort van je... Dan kom je ineens achter je eigen hele donkere, akelige kantje. Maar dat alleen, dan word je bang van jezelf. Dat zijn dingen ja, die je... Ja, gelukkig wel. Is dat ook een gevoel dat misschien andere mensen ook al kennen? Heb jij dat dan bijvoorbeeld als je met mensen staat te praten tijdens een receptie... En je dwaalt een beetje af. Wat je die ander eigenlijk op dat moment, wat je allemaal zou kunnen doen... Bijvoorbeeld een glas wijn zo gooien of iemand duwen... Of hele gekke dingen zeggen. Of is dat iets heel anders? Duwen. Wat is nee, maar gewoon ja. Omdat je zegt van nou wat je allemaal wel niet kunt doen. Nee, dat ken ik. Nee, dat ken dat ik zijn ook niet. Dat ken ik niet. Maar ik ken wel. Ik heb bijvoorbeeld ook heel erg nu. Oh, nu gaan we echt de diepte in hoor. Nu? Maakt me allemaal niks meer uit. Nee. Ik heb bijvoorbeeld heel erg last gehad van dwanggedachtes. Kent iemand dat in de zaal? Ja. Dwanggedachtes. Nou mensen, er is niet zo erg als een dwanggedachte. Omdat het een dwanggedachte is en je probeert er vanaf te komen. Maar hoe harder je er vanaf probeert te komen, hoe erger die dwang terugkomt. En dat ken ik wel. En dat is misschien een beetje vergelijkbaar met dat zomaar uit het wilde weg die eend met die baksteen doodgooien. Zeker in de tijd dat ik studeerde in Amsterdam aan de universiteit. Dan kon ik in een collegezaal zitten. En dan was ik zo, weet je, bevangen door iets. En dan, ik voelde me ook altijd heel erg kut gewoon op die universiteit. Het was een vreselijke rotuniversiteit. Ja. Ergens om. Wat studeerde je? Nederlands, toch? Historische taal. Historische taal, ja. En dan zat ik daar, weet je, en dan met één, en dat is zo'n lieverd, weet je, Marlies Philippa, geweldig mens, die heeft mij ongelooflijk veel geleerd ook over etymologie. En dat, het is zo erg een dwanggedachte, je kan het niet binnenhouden. Dan zat ik daar en dacht ik, dikke zeug. Vreselijk, dat is zo erg. Dat wil ik helemaal niet denken. Ik vind haar lief. Ik wil van haar leren. En ik kon. En dan denk je bij mezelf. Dan probeer je. En dan begon te zweten. En helemaal altijd rood was ik. En dacht ik, nou niet een dikke zeug. Weet je, dikke zeug. Was je ook bang om iets te zeggen? Ja, natuurlijk. Maar dan op een gegeven moment denk je, nou, ik ben het zit zo in mijn kop. Op een gegeven moment ga ik dat gewoon keihard zeggen. Oh, zo erg. Maar ging je daar en gebruikte je al die dwanggedachten en dat soort aandoeningen en die eend, daar ging je eerste manuscript over? Ging je daarover schrijven? Ja, ik wilde, dat moest ik al kwijt of zo, weet je, of ik wilde mensen duidelijk maken hoe erg het was, zoiets. Weet je. Ja. Maar heel echt vooral heel moralistisch. Precies. Maar vooral ook met veel te veel gedachten en psychologiseer en veel te veel. En dan zou het interessant, wanneer kwam de omslag? Wanneer kwam het moment dat je wel het gevoel had iets te pakken te hebben?
Dat was dat met perenbomen bloeien wit. Ja. Niet met boven zit stil. Nee. Hoe kon je het opeens schiften van elkaar? Oké, als ik iets moet overhouden van al die dingen waar je het over net hebt gehad, wat is dat dan? Ik ben in 92 afgestudeerd. Historische taalkunde heb ik gedaan. Dus ik kwam onmiddellijk in de bijstand terecht. Van, ja, nee, daar heb je nou werkelijk helemaal niets aan. Ja. Het leukste wat je kan doen, vind ik nog steeds, maar je hebt er niets aan. Ja. En toen ben ik gaan schrijven, in 92. In die tijd kende ik Dolf Roen al heel goed. Een dikke vriend van me, nu nog dikkere vriend. En ik dacht, oh leuk, schrijven. Weet je, in dat wereldje ook, is ook van dat leuk wereldje. En dat mislukte ook allemaal. En toen deed ik ook al grote mensenboeken. En toen heb ik 2 etymologische woordenboeken voor de jeugd gemaakt. En dat hield in dat ik hele korte verhaaltjes schreef bij een woord. De taalkundige achtergrond van dat woord is precies juist, zeg maar. Dat heb ik allemaal goed uitgezocht en allemaal goed gestolen natuurlijk uit andere woordenboeken. Maar daar heb ik een verhaaltje van gemaakt. En die verhaaltjes waren allemaal heel kort. En in die tijd was ik ook ondertitelvertaler. En zeker van dat ondertitelvertalen, ik begon met The Bold and the Beautiful. Dat heb ik echt, dat heb ik wel 2 jaar moeten doen. Maar heel veel mensen weten het niet, hè? Maar als je zeg maar twee regels ondertitel in beeld hebt, die staan daar maar 7 seconden. Dat is niks. Dat is echt niks. 1 regel, 3,5. En al die lui, die Thorn en zo, geloof ik toch, in The Bold and the Beautiful, dat lult maar. Ja. En wat jij dan moet doen, het is een mooi werk hoor, je moet overhouden wat belangrijk is voor de Nederlandse kijkers. Dus je moet heel veel weglaten. En je moet ook gewoon kiezen van, als jij als derde wiel aan de wagen ook nog even wat zegt, nou dan denk ik, nou die dat doe ik niet. Nee. Dat is niet belangrijk. Ik doe die en die. Ik doe Thorn en hoe heet al die mensen. Ja. Snap je? En die, ik denk Rich. Die twee dingen. Rich. Ja. Zo. Ja. En weet je wie daar ook in zat? Die vrouw, daar kwam ik later pas weer achter. Shelley. The Towering Inferno is een van mijn allerfavorietste films ooit. Ja. Dat is zo'n rampenfilm. Dat die met Fred Astaire en zo. Zo'n star-studded cast film. En daarin heeft, en ik weet niet meer hoe ze in die serie heet, maar die oudere vrouw met dat blonde haar, die speelt in The Towering Inferno een secretaresse van een veel belangrijkere man en een beroemdere acteur ook. En die gaat heel erg dood. Heel erg. Omdat ze overspel pleegt met die, snap je? Zij is de secretaresse. Ja. Hoe heet zij ook weer? Die, zeg maar, de soort van moederkloekachtige figuur in The Bold and the Beautiful. Anyone? Stephanie? Stephanie, geloof ik, zoiets. Nee, in The Bold and the Beautiful, toch? Nee. Nee. Nou ja, goed. Dit slaat allemaal nergens meer op. Anyway, jij leerde dus van het vertalen, neem ik aan, comprimeren. En keuzes maken, dit is belangrijk, dat niet. Ja. Maar dan kan je ook heel erg de mis mee, denk ik, met dat vertalen. Dat je denkt van, nou, jij bent niet belangrijk, nou dus toch. Ja, dus ik kreeg ook altijd regelmatig van mijn redactie van dat ondertitel, kreeg ik ook allemaal dingen terug met rood erin en zo. Dat daar begint de fobie. Ja. Nee, maar dat kende ik al, weet je. Ja. Dus ach. En daar ben ik na 7 jaar in 2002... mee opgehouden, omdat ik het toen echt meer dan beu was. Want dat is echt van dat soort van werk waar je alleen maar op je kop krijgt. Ja. Nooit zegt iemand tegen je, dat heb je mooi vertaald, zeg. Ja. Ik ben zelf heel trots. Ik heb de film Apollo 13 heb ik ondertiteld. Met Tom Hanks. Met Tom Hanks. Geweldige film. Ja. En ik vind dat van mezelf ook nog steeds mijn meesterproef als ondertitel vertaler. Hoe vertaal je Houston, we've got a problem? Houston, we hebben een probleem. Ja, dat is... Nee, maar dat weet je het als vertalen. Het zijn juist de simpelste zinnetjes. Vaak heel lang. Ja. Misschien heb ik wel een keer, snap je, om te variëren. Heb ik een keer gedaan, Houston, er is iets mis. Ja. Maar dat weet ik niet. Stront aan de knikker. Weet je, maar daar was ik heel trots op. En dat was mooi. En ik vond het een mooie film. Ja. Maar ik was het zo beu om alleen maar op mijn kop te krijgen. En nooit eens te horen van, goh, dat heb je goed gedaan, bakker. Ja. Maar, en toen begon boven je stil. Nee, perenbomen bloeien wit. Ja, maar dat is ook een heel spaarzaam boek, heel gecomprimeerd. Maar toch, als je ze vlak na elkaar leest, dat heb ik, is het echt anders. Er zit sowieso een ontwikkeling in schrijven, hopelijk komen we er nog aan toe. Maar die sfeer zit er al wel in perenbomen bloeien wit, maar het is een veel directere vorm van schrijven. Het is een veel actievere vorm. Klopt dat? Ja. Wat denk ik heel veel mensen
en recensenten, misschien niet helemaal in het begin, maar later wel in Bovenste Steel zo aansprak, is die sfeer. De sfeer is de handeling. Ja. Heb je daar veel moeten stoeien? Hoe kwam je daarachter? Welk moment was dat? Dat lijkt me zo fascinerend. Als je opeens, dit is jouw voice, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Ik had geloof ik wel tamelijk snel door, ook al naar perenbomen denk ik hoor, dat mijn ding was ook, sfeer. En zeker niet verhaal. Ja. Perenboom Louis Witt is denk ik van al die vier boeken wel het boek met het meeste verhaal. Een echt verhaal, weet je, dat er ook iets ergs gebeurt en zo. Mm. Maar ik moet het hebben van sfeer en gevoel en zo. En niet van een verhaal. En als ik zelf op de een of andere manier de plek waar het zich afspeelt in die sfeer goed krijg, goed heb, dan doet het er ook verder niet meer zoveel toe soms, dat het eigenlijk nergens over gaat. Want dat heb ik ook weer gehoord bij De Omweg, de laatste. Dat hoorde ik nu in Engeland ook weer afgelopen maandag. Dat die mensen zeiden, ja, het gaat eigenlijk nergens over. En dat, ik vind dat niet. Andere mensen kunnen dan boos worden, misschien schrijvers. Maar ik denk, nou, ik snap dat wel. Natuurlijk gaat het over iets, maar het is niet plot-driven. En wat denk jij dat zoveel mensen aansprak in Bovenste Steel? Ja, ik geen idee. Sorry, ik weet het gewoon niet. Ik weet het niet. Is het een ontzettend klassieke roman, ook qua thematiek, in de zin dat het vooral gaat over het vinden van een bestemming, het worden van iets? Vader, zoon. Was het iets wat op dat moment voor jou heel erg belangrijk was, ook nu met die film, dat moet gaan over een jongen die probeert een plek voor zichzelf te vinden in deze wereld? En daarom misschien vind ik het ook steeds moeilijker om over die boeken te praten, omdat ik er meer en meer en meer achter kom hoe, terwijl alle verhalen die er dan niet zijn, zegt men, of wat er gebeurt, niet gebeurt, ze gaan zo ongelooflijk over mijzelf. En ik kom daar nu, omdat nu de laatste tijd met De Omweg weer van die dingen gebeuren, weet je. En dan lees je er ook weer uit voor, en ook in het Engels. En dan word je geïnterviewd door de Independent. En dan krijg je ook zo'n hele directe vraag van, nou, weet je, van where did it come from, this book? En dan kan je, weet je, dan kan je denken, goed, nou, oké. En je verzint iets, maar ik kan dat niet. Dus ik heb ook heel eerlijk tegen die Boyd Tonkin gezegd. Ik zeg, Boyd, sorry, maar ik had zo'n enorme depressie, die ik niet door had. Ik wist het niet. Ik dacht dat ik weer in een of andere rare periode terechtkwam. Maar ik had gewoon een mega depressie. En dan ben ik eigenlijk, het heeft 2 jaar of zo geduurd, 1,5 jaar, zo ernaartoe. Nou, zo ga je dan. En dat was precies de tijd waarin ik De Omweg schreef. Dus ik ontdek nu dat die omweg, hoewel dat het boek een vrouw als hoofdpersoon heeft, het speelt in Wales, allemaal van die dingen die niet persoonlijk met mij te maken hebben, is het een ongelooflijk autobiografisch boek. En kijk, dat is blijkbaar mijn ding, dat ik in staat ben, maar dat maakt het ook heel moeilijk tegelijkertijd, om zo onbewust een boek te schrijven, snap je? Want ik ben niet het boek gaan schrijven met dat idee wat ik dan vroeger had, hè, van, nou, ik moet de mensen eens uitleggen hoe erg dat is, of zoiets. Of met flink veel moraal erin of zo. Nee, dat komt. En zelf ontdek ik ook vaak pas jaren later, dat was het. Dimitri Verhulst zei laatst in een interview dat het boek vaak slimmer is dan de schrijver. Dus dat onderschrijf jij, begrijp ik. Ja, en dat heb ik al gezegd 3 jaar geleden. Echt? Dit is nieuws. In Dublin, toen ik die prijs ging ophalen. En dat had ik alweer gestolen van Per Pettersson. Okay. Dat is een uitspraak van Per Pettersson. Die heeft ooit gezegd, a writer can never be wiser than the book he has written. En ik ben het daar zo ongelooflijk mee eens. Dat is gewoon zo. Klaar. Ja. Ja. En daarom ook dat ik zelf altijd maar probeer op een lezing of op zoiets, weet je. Dat ik denk, nou, de mensen willen gewoon een leuke gezellige avond. En, ja, weet je, maar dan ga je het een beetje gezellig maken. Mm. Dan ga je anekdotes vertellen. En, ik doe dat ook heel erg in Duitsland. En daar zijn mensen echt die denken, wat overkomt ons nu? Want in Duitsland, als je daar een lezing geeft, dan kom je binnen en dan trek je een heel ernstig smoelwerk.
En dan ga je een uur voorlezen. Dat is een lezing in Duitsland. Gewoon een uur voorlezen. Ja. Ja, dat kan ik helemaal niet. Ze willen helemaal niet... Nee. Nee. Dus ik begin dan en zeg ik, nou mensen, vanavond krijgen we een Hollandse lezing. Nou, wat is dat dan? Ja. Ja. Ik zeg, nou, ja, inderdaad. Ik zeg, nou, dan gaan jullie mij vragen stellen. En dan moet je ze zien kijken, joh. Nee, nou, en binnen 10 minuten is het één grote, weet je. Ja. En dan hebben die mensen hebben gewoon een leuke avond en ze moeten lachen. En dan, ja, weet je. Kijk, en verder, als ze thuiskomen, gaan ze het boek maar weer lezen. Ja. Moet je toch altijd in je eentje doen. Nu met die film, hoe, is dat ook iets waar je de keuzes die worden gemaakt in zo'n film, daar is heel veel over geschreven. De regisseur heeft zich tot één bepaalde lijnen beperkt. Dat kan ook niet anders in een film. Is het ook juist door de film, toen je die voor het eerst zag, dat je ook weer dingen over je eigen werk ontdekte door de keuzes die zij hadden gemaakt, bijvoorbeeld met jouw boek? Nee, nee, dat dan weer niet. Nee. Dit komt allemaal wel in de buurt van wat ik heb... Vind je het een goede film eigenlijk? Ik vind het ongelooflijk mooi. Ik heb hem al 4 keer gezien. 3 keer een beetje officieel, zeg maar. 1 keer in Berlijn, toen hij daar in première ging. 1 keer toen hij in Nederland in première ging, in de stad Schouwburg. Vorig jaar oktober al, in een hele lelijke, bijna kleurloze, met Franse ondertitels. En heel slecht geluid, ergens in een zaaltje in Amsterdam, met Jeroen Willems. Die zat zo achter me. Ja. En dat was vreselijk voor Jeroen Willems, want daar had ik nooit bij stilgestaan. Die acteurs, die zijn maanden aan het spelen. Er is tientallen uren materiaal. En zo'n regisseur houdt daar anderhalf van over. En het eerste wat zo'n acteur ziet, is wat hij niet ziet. Ja. Snap je? Die ziet alleen maar die prachtige dingen waarvan hij dacht, oh, weet je, dat kan je soms zo voelen, dat heb ik goed gedaan. Hup, paps, eruit, weet je. Dus dat moet vreselijk zijn voor een acteur. Was jij betrokken bij het proces helemaal? Of nee. Heb je er ook werkelijk voor gekozen? Sommige schrijvers willen heel graag meewerken aan het... Jij dacht, nee, ik geef het uit handen. Ja. Waarom zij? Waarom Nanook heet zij? Nanook Leopold. Ja, dat is niet zozeer mijn keuze, hoor. Die keuze wordt gemaakt door de producenten. En ik was er wel blij mee, omdat ik kende haar werk wel. En Nanook is heel aards. Nanook is echt die, weet je, en die is ook, die loopt ook weg bij interviews en zo, want dat vindt ze stom. Ja. En dat vind ik wel leuk. Ja, kan ik me voorstellen. En maar ik vond haar werk mooi. En ik dacht, nou, die krijgt het wel voor elkaar, weet je. En dat vind ik dus het mooiste aan de film, hoewel er inderdaad heel veel uit is en weg is. Maar wat zij dus gedaan heeft, is de sfeer van het boek op beeld zetten. Nou ja, en dan ben ik dus blij. Ja. Want daar gaat het ook om. Maar dan nog, zelfs als het daar niet om ging, weet je, dan zou ik het nog prima vinden. Ja. Want het is toch al niet meer van mij. Doe maar. Ja. Die sfeer, hè, weer. Dat is steeds... Hè, juni was je tweede boek, de opvolger van Boven zit stil. Nu De Omweg, ook alweer 3 jaar geleden. Ik heb ook een beetje de indruk dat in dat laatste boek, het is ongelooflijk moeilijk, ik heb het vanavond ook geprobeerd, ik weet niet hoe het met u is, maar om te vertellen waar het nou precies over gaat, dat boek. Het is alsof jij in de sfeer, in de kieren van de sfeer, het verhaal eigenlijk verborgen zit. Maar toch laat je je meeslepen. Het gaat over een jonge vrouw, die moet weg, om een of andere reden, uit Nederland. We komen er vrij snel achter dat ze een affaire heeft gehad met een student van haar. Ze is ziek. Er zijn nog meer dingen met haar. Ze gaat naar Wales. Daar betrekt ze een oud vervallen huis. En ze ontmoet daar een jongen. Die gewoon komt aanlopen met de hond. Ja. Dat is het. Ja. Eigenlijk, hè? Ja. Ja. Ja, maar dat is toch lekker. Want dat kan je eigenlijk van al die boeken zeggen. Dit is hetzelfde als Boven is stil. Maar ze altijd de eerste zin is dan... Hè? Ik heb vader naar boven gedaan. Ja. En de laatste zin, ik ben alleen. En er zijn er heel veel mensen geweest die als grapje hebben gezegd, een overbodig boek. Want alles wat er ik heb vader zit... naar boven gedaan, ik ben alleen. Ja, ja. Had je al een paar honderd pagina's. Ja, dat je allemaal kunnen schrappen. Ja. Nog. En hoe laat je je dan vanaf dat puur... Wat is het eerste gegeven dan van De Omweg bijvoorbeeld wat je hebt? Wil je dan... Als ik het nog terug... Kijk, Noord-Wales ken ik heel goed. Dat is mijn land. Waarom? Daar... Ja, dat is de sfeer. Weet je? Hoe het daar ruikt, hoe het eruit ziet. Hoe zeg je dat? Ik vind het gewoon... Als ik daar ben, dan ben ik...
Dan ben ik bijna gelukkig. Ik ben bijna thuis ook, ja. Ja. En ik beklim minstens één keer ieder jaar Mount Snowden. Dat is ook een soort van afwijking. En ik wilde daar altijd wel iets mee. Maar ja, iets, weet je, ik wil er iets mee. Dat schiet niet op. En toen is dat op een gegeven moment samengekomen met het gedicht van Emily Dickinson, dat het motto is van het boek, A Country Burial. En, en dus die vrouw. Maar als ik het echt helemaal goed terughaal, dan is het eigenlijk begonnen met die oom. Ik geloof dat hoofdstuk 2 of 3 is. Met dat beeld van die oom. Dat die oom van die vrouw zichzelf probeert te verdrinken in het vijvertje van een hotel dat tot zijn knieën komt, zeg maar. Ja. Beetje suf. Dat beeld. Ik geloof dat dat het eerste was. En dat iets op gang heeft gezet, zeg maar. Oké, ik wilde even iets over Emily Dickinson vragen, maar nu gaan we even naar de oom. Ik vind het heel fijn, misschien vindt u dat ook wel, als je even een stukje voorleest uit de omweg, waarin min of meer een spiegel van die scène dan plaatsvindt met de hoofdpersoon zelf. Ja. Haar eigen pad. Over de beek heen, door het kleine bos met de oeroude bomen. Het steeds duidelijker spoor, de vrijgemaakte kissing gates. Het zingen van vogels die ze niet herkende, nooit gekend had. Een eekhoorn. Ze liep dwars door de steencirkel heen en ging het dijkje in het moerassige land op. De kaart lag thuis op de tafel. Voorbij het natte deel liepen runderen met lange haren en grote horens achter een ijzeren hek. Naast het ijzeren hek een stile. Ze zou door het veld moeten waar die zwarte beesten liepen. Zonder te aarzelen klom ze over de stile en keek niet naar de runderen. Als ik doe alsof ze niet bestaan, zullen ze mij ook niet opmerken, dacht ze. Ze meende het pad langs de houtwal te zien lopen. Zou, wanneer het nodig was, door het dichte struikgewas in veiligheid kunnen kruipen. Overal het golvende land. Als ze 50 stappen had gedaan en achterom keek, herkende ze niets meer. Ze had geluk. Een kissing gate zonder draaihek gaf aan dat ze goed gelopen was. Ze liet de zwarte beesten achter zich. Het land daalde. Voor zich zag ze het water. De bomen waren vrijwel helemaal bladloos hier. Het gras kaalgevreten en geel. Hier en daar een kluitje distels. Aan de oever stond een steen. Zo een die op de kaart Standing Stone genoemd werd. Bij deze had ze eerder het idee dat een boer met een zwaar werktuig in de weer was geweest. Toen ze rond de grote vijver liep, zag ze betonnen randen en een bakstenen huisje waarin ze water hoorde stromen, dat vervolgens niet aan de andere kant tevoorschijn kwam. Dat bevestigde haar idee dat de vijver aangelegd was, dat het een soort stuwmeertje moest zijn. Achter het huisje liep een asfaltweg dood. Ze moest aan een net gepoetst zilveren dienblad denken. Zo rimpelloos en uitgestreken lag het water voor haar. Olieachtig en helder. Het leek niet koud. Op een plek waar ze haar kleren op een grote kei kon leggen, kleedde ze zich uit. Ze brak het water door de voet met het litteken erin te steken. Het was wel koud, maar niet genoeg om haar af te schrikken. De bodem voelde door een dunne laag modder heen keihard aan. De vijver leek een enorme grote betonnen bak te zijn, die niet al te lang geleden was schoongemaakt. Zo langzaam mogelijk liep ze naar het midden. En daar, het water kwam tot aan haar middel, bleef ze net zo lang staan tot het weer rimpelloos en uitgestreken was. Ze kon haar tenen en haar knieën zien, minuscule luchtbelletjes aan elke afzonderlijke schaamhaar, een vreemde lichtbreking bij haar buik en onderarmen, alsof het onderlichaam van iemand anders was, niet goed paste. Ze keek rond en ja, een oever hier was zonder begin en zonder eind, een cirkel.
Misschien kreeg ze het niet koud omdat er geen zuchtje wind was, waardoor haar bovenlichaam door zelfs een zwakke zon verwarmd kon worden. En omdat ze het water als olieachtig, traag en stroperig bleef ervaren. Ze stond en bleef staan en begreep heel goed dat haar oom niets meer had kunnen beslissen in die hotelvijver. Dat puur de plek waar hij zich bevond hem elke keuze ontnam. Pas toen ze rond haar tepels kippenvel zag verschijnen, waadde ze terug naar de oever. Ze had bewust de tijd zien verstrijken aan het verschuiven van lange boomschaduwen, de aankomst en het vertrek van een school heel kleine visjes bij haar tenen en het opduiken van een vijftal schapen bij de staande steen. Was dat het wat Dickinson vrijwel haar hele volwassen leven had gedaan? Had ze geprobeerd de tijd te stuiten, draaglijk te maken, minder eenzaam misschien ook, door hem in honderden gedichten gevangen te zetten. En dan niet alleen de tijd, maar ook love en life en nature. Niet van belang, dacht ze. Niet langer van belang. En bovendien had Dickinson niet zelf die indeling gemaakt. Ze droogde zich af en trok haar kleren aan. Toen ze wegliep van het water, waren nog lang niet alle rimpelingen uitgegolfd. Dank je. Er zit één zin in, meerdere zin. Dat puur de plek waar hij zich bevond hem elke keuze ontnam. Dat is volgens mij, als je dat op... Ik denk dat het bijna in al je boeken had kunnen staan. Het gaat altijd over mensen die een bepaalde breuk, of het nou vanuit henzelf is, of hopen dat het uit de omgeving komt, probeert te forceren om een stap verder te komen. Mm-hmm. Is dat iets waar je dan wel van bewust bent als je zoiets schrijft, of ook niet? Of ook pas weer achteraf? Nee, ja, jij zegt het nu. Ja? Ja, echt waar. Ik weet dat niet. Wonderlijk. Maar hebben wij dan zo, denk jij, hoe we lezen? Misschien lees jij gewoon heel anders. Zijn wij dan zo geconditioneerd dat we proberen in dit soort zinnen iets te duiden? Is dat eigenlijk futiel, wat we dan zitten te doen? Zonder dat het erg is, hoor. Maar denk je dat het zinloos is? Nou, het probleem is natuurlijk, kijk, ik schrik zelfs een beetje van deze zin die jij noemt, want ik was bang dat je vervolgens aan mij ging vragen, wat bedoel je daar precies mee? Nee, god. En daar heb ik dan ook weer geen, nu, dan zou ik dat hele boek nog eens moeten lezen, snap je? Om daar dan weer, om weer goed te begrijpen wat ik dan zelf ook met die zin bedoel. Hij betekent iets, dat snap ik ook wel. Als ik aan het schrijven ben, dan werkt het niet zo, zeg nee. Maar. Zo van, nou, ik ga nu een zin opschrijven, weet je, die eventjes dat en dat samen balt of zo. Die van alles betekent. En als je het nu zelf weer leest, herken je jezelf er dan in? Dus even niet dat je het van tevoren zo bewust van was, maar herken je het van jezelf? Nou ja, uit wat ik net zei, was ik dat op dat moment? Ja. Ik zat ook ergens. Ik kon eigenlijk alleen maar, en zelfs dat kon ik niet, thuis in Amsterdam op mijn eigen bank zitten met Escape to the Country, dat ook voorkomt in het boek, aan op de BBC. En dan nog was ik bang. En dat is erg hoor, als je in je eigen huis bent en je moet niks, weet je, je moet niet ergens naartoe of zo, en dat je niet eens op je eigen bank met Escape to the Country veilig bent, zeg maar, of rustig, of wat ook. Dus je, veilig waarvoor? Nee, het niet. Weet je, en dat is dit natuurlijk ook, dat je soms je op een bepaald punt bevindt, hè, letterlijk of figuurlijk, ja, dat je eventjes geen kant op kan, maar misschien ook wel geen kant op wil en geen kant op moet. Blijf maar even daar. En soms duurt dat even jaar. En soms duurt dat even, in dit geval zo'n beetje 2 jaar. Klaar blijven, weet je. En. En die tijd waarmee Dickinson dan misschien die alles probeert te stutten. Dat vind ik heel mooi, stutten. Ja, niet te stollen, maar te stutten. Nee, maar dat snap ik ook wel, weet je. Kijk, en daarom heb ik dat natuurlijk. Want daar, ja, je bent natuurlijk toch aan het nadenken. Er gebeurt toch van alles in je hoofd als je schrijft. En daarom schrijf je zo'n zin of zo'n observatie dan ook op. Die krijg ik dus ter plekke ook, snap je? Als ik de zin ervoor opschrijf, dat je denkt, ja, wacht eens even, die Dickinson, dat rare wijf, wat daar maar zat in dat huis en ze was ziek. Of
wel of niet, weet je. En ze tyranniseerden werkelijk dat hele huis en de vader en de zus. En dan word je kwaad ook op zo'n vrouw, dat kan ook, hè. Ik werd heel kwaad op haar. Maar toen dacht ik ook van ja, maar als je nou, weet je, natuurlijk het maken van een gedicht en die hele vitiele details van het dagelijkse leven vangen en inderdaad stollen, stutten, wat dan ook, weet je, neerzetten. Daarmee heb je de tijd ook vastgezet. En als je dan maar, en daarom denk ik, heeft Dickinson zo ongelooflijk veel gedichten ook geschreven, omdat zij de hele tijd maar bezig moest om die... Zij snapt er ook helemaal niks van, joh. Is dat een beetje wat Bavinck probeert te doen met het schilderen van die ondergaande zon? In de Titaantjes bijvoorbeeld. Het elke keer maar weer proberen dat ene moment van die zakkende zon waarschijnlijk wel op een doek te zetten. Waarschijnlijk wel, ja. En gaan we heel lullig doen in Psychologie van de Koude Grond met jouw boeken? Kijk, waar ik net in het begin van de avond over sprak, dat het steeds tastender wordt, jouw werk. Ja. Het lijkt alsof je zelf aan het onderzoeken bent per boek waar je eigenlijk uit gaat komen. Dat het eigenlijk niet belangrijk meer is welke lijn, natuurlijk moet er een lijn in zitten, maar dat het vooral het vastleggen is. Al die beschrijving, al die natuur, elke halm, elke haag, elk hekje, de stijl, wordt benoemd, wordt neergezet. Is dat is dat eigenlijk ook niet weer een soort dwang? Nou, het is denk ik ook een soort van erg naar iets nieuws toe. Wij spraken voor aanvang even, zoals je dat doet. En toen bekende ik dat ik eigenlijk al 3,5 jaar geen letter geschreven heb. En ik zelf word daar niet heel erg zenuwachtig van. Andere mensen wel, maar uitgeesten bijvoorbeeld. Maar ja, ik vind het wel lekker rustig even en ik doe andere dingen. Maar ik denk ook dat het heel erg te maken heeft. Ik zie ook die vier boeken die ik tot nu toe geschreven heb, die zie ik. En vraag me alsjeblieft niet om dat precies uit te leggen, maar die zie ik als een... Dat is een één ding. Dat is een afgesloten ding. Afgesloten, niet uitdijend? Nee, juist niet. En wat ik denk ik in de omweg heb geprobeerd, is wat jij zegt, dat klopt wel, hè? Dat tastende. Maar dat dus iets tastends is naar iets nieuws. Maar dat ik dat niet meer zo kan doen, in ieder geval. Dus dit, weet je, zo op z'n kop, daar bovenop. Dat is een beetje klaar of zo. Dus nu moet er iets anders komen. Zie je daar tegenop? Maakt dat je nerveus? Nee, juist niet. Daar heb ik. En ik heb ook een idee in mijn achterhoofd, maar dat is zo erg. Ja? Ja. Gaat het weer helemaal terug naar voor Perenboom en dat je het weer... Nee. Nee, maar gewoon erg, zeg maar, met erge dingen. Want eigenlijk in al die boeken gebeurt ook wel iets ergs, weet je. Maar ik vind het allemaal niet zo erg. Mijn moeder kan mijn werk niet meer lezen, hè. Die is gestopt. Want die zegt, ik vind het wel mooi hoor, maar het is altijd zo treurig. Ik zeg, nee moeder, dat is helemaal niet treurig. Er zit altijd juist heel veel liefde in en hoop. En vind ik hoor, in ieder geval. Ontzettend veel verlangen en hunkering zit er in al die boeken. Maar mijn moeder is gestopt. Die is halverwege juni gestopt en die heeft nooit meer een letter van mij gelezen. Ja. Wat ik heel leuk vind. Ja. Zien mensen die hunkering in jouw boeken? Ik vind bijvoorbeeld ook, heb ik weinig gelezen, ook in stukken over de omweg, dat het weinig gaat over de enorme lichamelijkheid en de erotiek in dit boek. Het is echt één grote erotische show, wil ik bijna zeggen, maar dat is niet het goede woord. Dat klopt. Dat is ongelooflijk. Maar dat zagen ze dus wel, en dat is weer het rare, daar in Engeland. Ja. Waarom is dat raar? Dat je denkt van... Is het dan toch zo dat zeg maar verschillende landen, verschillende mensengroepen toch duidelijk anders in elkaar zitten of zo? Ja, want ik heb ook het gevoel dat, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar zeker na juni, ook weer een beetje met omweg, dat Gerbrand Bakker is toch de auteur in Nederland. Heel veel beginnen ze over het boerenland en over de koeien en over de schapen. Het is zo flauw. En het is over de Bix-reclame, of nee, wat is het? Ja. Terwijl als je een stuk uit Engeland leest, en gaat het over de dingen waar we over... Juist. Nee, maar daarom, en dat ik, weet je, je moet dat niet te vaak zeggen, maar ik zeg het dan ook altijd eigenlijk alleen maar in Duitsland. Want dan kennen ze dan de Nederlandse recensenten weer niet. Maar ik zeg, sorry hoor, maar hoe er in Nederland boeken besproken worden, dat is van een dusdanig bedenkelijk pijl. Dat willen jullie hier in Duitsland zeker niet weten, want in Duitsland worden ook prachtige, weet je nog, echte besprekingen. Dat een bespreker ook in zo'n boek duikt en probeert, weet je wie ik nog heel goed vind in Nederland? Kees het Hart. Ja. Kees het Hart, die vind ik geweldig. Want leest iemand dat wel eens in de Groene Amsterdammer? Kees het Hart, zijn recensies. Dat is zo jammer.
dat niemand zijn hand opsteekt. Want die gaat mee met de schrijver. Die heeft er een hele bladzijde voor. En die probeert op echt soms met handen en voeten, weet je, en klauwend om te begrijpen wat de schrijver doet. En hij is heel welwillend dus naar de schrijver toe. Maar over het algemeen, ja, sorry, is toch meestal Nederlandse bespreking is het navertellen van het boek. En dan aan het einde zeggen ze saai of meesterlijk of weet je, and that's it. Dan denk je, nou, interessant. Ja. Ik heb veel geleerd van deze bespreking, beste recensent. Gelukkig ben je de wereld ingegaan al heel snel naar je eerste boek. Maar is dat ook dus een van de redenen waarom je dus niet aan het schrijven toekomt? Je blijft bezig met dit stapeltje boeken de wereld rond te reizen. En het gebied breidt zich uit. Nee, het heeft met mezelf te maken. Ik heb mijn huisje in de Eifel sinds december. Daar ben ik nu heel veel. Er zit een groot stuk grond bij, totaal verwaarloosd. Dus ik maak een tuin eindelijk voor mezelf. En daar ben ik letterlijk aan het composteren. Maar ik ben vooral ook al jaren figuurlijk hier aan het composteren. Mm. En dat voel ik wel, snap je? Ik voel wel. Ik heb ook echt weer zin om zin te hebben in schrijven. Ja. He, ik heb niet zin in schrijven nog, maar ik heb wel zin om zin te hebben. Ja. Om gewoon weer lekker, want dat is toch, weet je, als je zo'n half jaar bijvoorbeeld aan de omweg bezig bent, dan ben ik dolgelukkig. Echt, dan ben ik gewoon echt gelukkig. Ja. Zo geconcentreerd in iets zitten en dat maken. En dan ben ik echt op mijn blijst. Je vertelde dat je ook graag nog een klein stukje aan het slot wilde voorlezen uit dat kleine boekje. Gras om languit op te liggen. Ja, dit boekje heet Gras om languit op te liggen. Kunnen jullie niet kopen. Het is ook gemeen om dat te laten zien. En daar heb ik is samengesteld voor een boekhandel in Schagen, Plukker. Die gingen de boekhandel verbouwen en die vroegen mij toen, omdat ik uit Wieringerwaard kom en dat is vlakbij Schagen, of ik dat wilde doen. Zeg ik, ja, dat is goed. En dit is dan een verzameling van columns uit de Groene Amsterdammer, waar ik dus ook columns in geschreven heb, en teksten van mijn website, die zo goed en zo kwaad als het kan, te maken hadden met Schagen en omgeving en mijn geboortegrond. Maar deze die ik nu voor ga lezen, helemaal niet. En ik weet niet waarom, die lees ik de laatste tijd voortdurend voor, ook in Duitsland. En het is wel leuk om mee te eindigen, omdat ik een enorme mening in dit stukje heb. Ah. Ja. Okay. Soms kan ik me niet inhouden. Niks tasten, gewoon. Nee, wappa. Okay. Ik probeerde ook in die columns in de Groene altijd geen mening te hebben. En dat is lekker, want ik heb al die meningen van iedereen altijd. Maar goed, soms maak je je boos en dan kan je het niet laten. En daar kwam op 24 april 2009 deze column uit. Okay. In Polen houden de machthebbers niet van homo's. Een jaar of wat geleden ontstond binnen de EU een rel, omdat door de toenmalige regering gepoogd werd allerlei homofobe regels en wetten door te drukken. Ook verbood men de jaarlijkse Gay Pride. Blijkbaar is daar toen voldoende op gereageerd vanuit allerlei buitenlanden, want al geruime tijd hoor of lees ik er niets meer over. Tot ik tijdens de paasdagen een artikel in de krant las over een gemeenteraadslid uit Poznan dat boos is op de dierentuin van die stad. De dierentuin heeft een 10-jarige olifant aangekocht, een bulletje. En de gemeente heeft bijgedragen aan een 8,5 miljoen kostende verbouwing van het olifantenverblijf, dat het grootste en mooiste van Europa moet worden. Nu blijkt dat het bulletje, Ninio, meer interesse heeft voor mannetjesolifanten dan voor vrouwtjesolifanten. Dat kan dus niet, vindt het gemeenteraadslid. Daar hebben we al dat geld niet aan uitgegeven. We wilden een kudde. Hoe moet dat met een homo-olifant? Zoals zo vaak bij zulke berichten wordt er veel meer niet gemeld dan wel. Waar, bijvoorbeeld, komt Ninio vandaan? Wie heeft hem die nichtennaam gegeven? Heeft de gemeenteraad ook meebetaald aan de aanschaf van dit ondeugdelijke dier? Wie heeft gezien of verklikt dat Ninio op mannelijke soortgenootjes valt? Wist de verkopende partij dat ze een homo-olifant verkocht? Hebben ze het misschien zelfs met opzet gedaan om die homofobe Polen te sarren? De dierentuindirecteur houdt het hoofd koel. Die wijst erop dat het beest 10 jaar jong is. Een kind. Nog niet eens een puber.
Ninio twijfelt gewoon nog een beetje over zijn geaardheid, laat de directeur zachtmoedig weten. En de kans is heel groot dat het bulletje over een jaar of vijf alsnog voor vrouwtjes gaat vallen. Ik hoop van niet. Ik hoop dat Ninio de allernichterigste bul van heel de wereld gaat worden. En dat hij altijd in Poznan blijft wonen, een publiekslieveling wordt, waardoor een toekomstig president ooit gedwongen wordt Ninio een enorme taart voor zijn 50ste verjaardag te overhandigen. En dat Ninio die dan onderscheidt. Dames en heren, Gerben Bak. Thank you.